Wat weet je al over de all-electric warmtepomp? Er wordt veel gesproken over de energietransitie. Uiteindelijk nemen we afscheid van fossiele brandstoffen. Het gebruik van een all-electric warmtepomp vormt dan één van de alternatieven ten opzichte van een gasgestookte oplossing. Of een dergelijke installatie toepasbaar is in een woning, hangt af van de omstandigheden. Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen nieuwe en bestaande woningen. Een all-electric warmtepomp werkt op stroom. De installatie haalt een groot deel van de warmte uit lucht, water of bodem en gebruikt op een doeltreffende manier elektriciteit om een woning of water te verwarmen. Om voldoende warm water op voorraad te houden, bijvoorbeeld om te douchen, wordt een boiler los of geïntegreerd aan de installatie toegevoegd. Wanneer men ervoor kiest om zonnepanelen te plaatsen en duurzaam elektriciteit op te wekken, dan draagt dit nog meer bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en kan dit bijdragen aan verlaging van de energierekening. Bij nieuwbouwwoningen is een all-electric warmtepomp het meest effectief, doordat isolatie, warmteafgifte en ventilatie optimaal op elkaar zijn afgestemd. Woningen van na 2000 moeten een laag temperatuur afgiftesysteem hebben, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming, en voorzien zijn van de juiste isolatie. In andere gevallen kan een warmtepomp in combinatie met een cv-ketel, een zogenaamde hybride installatie, uitkomst bieden. We hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet. Over het algemeen geldt: een boilervat voor warm tapwater is altijd noodzakelijk. Zorg ervoor dat het vermogen van de warmtepomp aansluit op de warmtebehoeften. Er is een aantrekkelijke subsidieregeling voor all-electric warmtepompen, die tot 25% voordeel kan opleveren. Voor bestaande bouw dien je het volgende af te vragen. Voldoet de isolatie van muren, dak, vloer en ramen? Kies je een warmtepomp met een hoger vermogen, controleer dan of de meterkast nog voldoende capaciteit heeft. Is er een laagtemperatuurafgiftesysteem aanwezig? Kort samengevat, voor een nieuwbouwwoning die goed geïsoleerd en luchtdicht is, met een afgiftesysteem op lage temperatuur en eventueel zonnepanelen, kan een all-electric warmtepomp de juiste keuze zijn. Maak een weloverwogen afweging en schakel daarbij de hulp van een specialist in. Om je te helpen te bepalen of een all-electric warmtepomp een geschikte oplossing is voor je woning, heeft Remeha een stappenplan ontwikkeld. remeha.nl/QRG. Wij geloven niet in één oplossing. Remeha is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. Elektriciteit, gasvormigen en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland.